Ja. Willem. Ja. De telefoon gaat. Mooi, hè? Neem hem even op. Ja, maar gaan die telefoon, die ging net ook al in alle flauwekul. Het is vast belangrijk als ze ons midden in de nacht bellen. Neemt hem nou op. Gloeiende wermen, daar sta ik wel heel krankzinnig van. Nou, wat is er nou? Hallo? Nou, zie je er wel gewoon een of andere dronken vent die ergens in de telefoon zelf een keer nummer draait en ik ben eens uit. En dan heb ik mijn leesbeeld nog op. Kan er nou ietsje minder, hè? Ik ben toch ook maar een mens. Weg met alle mensen. Wat ik wou zeggen is dat Herman misschien gebeld heeft. Welke Herman? Ben je van een jaar? Ja. Nou, nee, die slapen toch al lang niet. Normaal gesproken wel, maar misschien is er iets. Bel hem even. Ik heet er niet meer in de nacht hiernaast gaan bellen. Die denk je dat ik helemaal gek geworden ben. Hè? Helemaal niet. Die mensen zullen het op prijs stellen dat we ongerust zijn. Ja, als goede buren staat je altijd voor elkaar klaar, Willem. Ik hoor je wel. Dus dat blijft krijzen, dan hoef ik niet eens meer te bellen. Wat is het nummer van hiernaast? 246. 246. 2. Hoorde jij ook een hele voorpui omhoog, hè? Verbeelding. 2, 4, 6. Telefoon! Sorry. Herman! Ja, wat is er? Wat is er gebeurd? Ja, rustig aan, schat. Ja, ik slaap. De telefoon gaat. Ja, dat hoor ik ook wel. Hé, liefie, neem nou even op. Je weet nooit wie het is. Wat een gezeur, zeg. Kom ik toch niet aan mijn nachtrust toe? Ik kan ook niks. Heel vervelend allemaal. Dat is een washandje. Hallo. Hallo. Niks? Ja, en van een dronken vent of misschien je moeder, moet ik mijn bed vooruit. Heb je nou wel het goede nummer gedraaid? Nee, ik heb zijn pincode gedraaid. Nou, natuurlijk heb ik het goede nummer gedraaid. Die mensen hebben gewoon een slapel ingenomen of zo. Die zijn van de wereld. Zeg, schat. Ja. Misschien hebben de buren ons wel gebeld. Wel, nee, die slapen nu toch. Ik heb toch het idee dat er wat mis is, hoor. Dat is mooi. Het u nou, Willem. Probeer het nou nog een keertje. Ja. Net als jij hoofdpijn, nou ik. Zeg, lievertje. Ik maak me eigenlijk toch wel een beetje erg ongerust. Kun je ze niet even bellen? Lieve schat, als ik om deze klok bel, denken die mensen misschien dat ik een eigen ben? Nee. Ja, dat kan toch niet, snap. Er loopt een beest op mijn rug. Willem, ik ben er. Dat zeg ik. Zeg, 100 pond. 100 pond. Je moet het niet zo gauw opgeven. Tu, probeer ze nou nog een keer te bellen. Jongen, zeg, schat van me. Alsjeblieft, tu, voor mij bel ze nou even, hè. Oké. Dus wanneer hebben we trouwens een draadloos toestel? Bezuinigen. In gesprek. Dus hij is wakker. Hij is in gesprek. Zie je wel. Ja, was hij het. Wat zou er aan de hand zijn? Misschien heeft hij een dokter gebeld. Nee. Ik ga het nou ook een eigenaardige zaak vinden. Zou jij voor de zekerheid niet even gaan kijken? Ik loop even naar hiernaast. Ze zijn nou toch wakker. Precies. Schat, ik doe er geen oog meer dicht voordat ik weet wat er aan de hand is, hoor. Ja. Kun je even gaan kijken, alsjeblieft? Ja, waarom niet? Hij is toch wakker, hè? Nou, precies. Ga ik meteen maar even. Niet bewegen, ik ben zo terug. Zijn nou niet eens wat minder gaan vreten? De deur kan niet eens meer open. Dat is toch gek te worden, hè? Je dat nou zelf ook niet zien. Daar gaan die rommel een beetje op. Daar gaan zo'n keer ze weer het huis houden. Mag ik even binnenkomen? Ja. Waar is Willem? Naar jullie toe. Naar ons? Ja. Hallo, Fieke. Sorry dat ik zomaar binnen... Hé, waar is Herman? Die ging net naar jullie toe. Ik kom net bij ons vandaan. Wat eigenaardig. Wat een wonderlijke nacht. Nou ja, wat is nou precies aan de hand eigenlijk? Nou kijk, de telefoon ging steeds, ja, die hè? Ging bij ons ook.
Wat is er nou precies gebeurd? Wij werden achter elkaar gebeld, Willem. Jullie ook al, en wij werden ook achter elkaar gebeld. Nou, toen heb Willem jullie gebeld om te vragen of jullie ons aan het bellen waren. Ja. Welke gek zou ons nou midden in de nacht hebben zitten bellen? Ik heb geen idee. Waar blijft Willem nou? Waar blijft Herman nou? Ja, Fieke zal zich afvragen waar blijf nou, hoor. Nel denkt misschien dat ik met partnerruil bezig ben of zo, hè? Wat hoor ik daar nou, ja, met partnerruil? Nou, dat zou die wel willen. Maak nog een waar die blijft, hoor. Maak nog een tochttoestand maken, hoor. In gesprek? Dan leven ze nog. Dan leven ze nog. Die hebben gewoon de hoorn ernaast gegooid. Die willen niet gestoord worden. Die hebben de hoorn ernaast gegooid. Die willen niet gestoord worden. Ja, ik heb toevallig al een tijdje het vermoeden dat mijn man jouw vrouw meer dan normaal aardig vindt. Toevallig. Nou, daar kon je wel eens gelijk in hebben. Want bij de Chinees neemt hij ook altijd grote porties. Nou, dat zeg. Nee, is onzin wat je zegt, hoor. Onzin? Ja. Ik heb mogen toch niet in mijn zak zitten? Ik heb al een hele tijd het vermoeden dat die twee wat hebben. Maar nu wil ik zekerheid. En nu wil ik zekerheid. Nou, wacht nou. Hallo, wacht nou even. Even rust hebben. Hallo, laat het. Waar is ze? Wie? Die vriendin van je? Welke vriendin van me? Jullie wilden toch niet gestoord worden? Waarom heb jij de hoorn van de haak gegooid? Rustig aan, buldo, zeg. Ik heb helemaal de hoorn van de haak gegooid. De hoorn liggen er nog keurig op. Weet je wat er is gebeurd? Nee. Weet je wat er is gebeurd? Nee. Weet je wat er is gebeurd? Nee, zeg ik toch. Nou, hoe moet ik het dan weten? Jullie hebben natuurlijk gewoon met elkaar staan bellen op hetzelfde moment. Zij heeft jou staan bellen, jij heeft haar staan bellen. Kan je onderweg en aanrijden en tuut, klaar. Oh, sorry, schat. Ik was jaloers. Natuurlijk. Mooie mannen heb je nooit alleen. Schat, zullen we nou niet boos doen verder? We gaan lekker slapen, goed? We gaan lekker slapen, okay, lieverd. Trust een snoepje. Zo, wat rusten. Dan maak ik zelf wel uit. Zeg. Ja? Hé. We leggen niet goed. Je hebt gelijk. Nee, we leggen niet goed. Zeg, Fieke, wij wonen hier niet. Je hebt gelijk. Ik loop even naar je naast om te zeggen dat hun ook niet goed leggen. Hun hebben daar geen erg in gehad. Hun slapen al lang. Nou, je denkt, zeg, ja. Schat, ja. Ga jij eens even zeggen dat wij moeten ruilen? Ja, dag. Moet morgen om 9 uur op de zaak zijn. We willen wel in mijn eigen bed slapen, hoor. Anders ik nou, wel. Oké, dan ga ik wel weer, ja, hè? Ja, maar tuurlijk. Ga jij niet bewegen, ik ben zo weer terug. Waar is deze weer? Nee, dat... Nou ja, het is wel kort en zo, in ieder geval. Maar je legt niet goed, man. Je moet hierna warm leggen. Waar is Fieke nou weer? Naar jullie toe? Nee, hè? Ja. Nee, hè? Waar is Willem? Willem is naar jullie toe om te zeggen dat we alle vier verkeerd liggen. Ik word een beetje moe van het ene weer gerend, zeg. Nou, meid, wat dacht je van mij? Ik heb wel een ander geen oog dicht gedaan. Ik ook niet, hoor, Nel. Zeg, kan ik niet lekker hier blijven slapen, Fieke? Meid, vind ik een fantastisch plan. Laten die twee gozers dan lekker met z'n tweeën uitvogelen daar, hè? Want je zegt... Wij gaan... Weltrusten, Weltrusten, Nel. Weltrusten? Het is gelukt. Hij is helemaal voor elkaar. Weltrusten. Wat gaan wij doen? Ratatata. Wij maken het heel gezellig vannacht. Klaverjassen erbij, pak even de kaarten. Kunnen we lekker klaverjassen? Wacht even, klaverjassen is met z'n vieren, met z'n tweeën. Nou, Potvier, jij hebt ook alles in de gaten. Ja, wacht even, ik heb pas nieuwe buren. Die bel ik even op, vraag of die zin hebben. Die slapen toch? Nee, die zijn er druk aan behangen, die zijn net verhuisd. Misschien hebben die zin om te klaverjassen. Ja, wat zijn het voor mensen? Buitenland, Spanjaarden geloof ik. Spanjaarden, je bent toch even stappen. Oh, hallo hoors. Hallo hoors. Nou, met de nieuwe buren. Ja, leuk hoor, hè. Zij moet je horen als bij willen klaverjassen, hoor. Jors, hebben jullie zin om zo mee te doen met ons, hoor? Wij zijn maar met z'n tweeën, hoor, maar met jullie erbij, hoor, zijn we met z'n vier, hoor, natuurlijk, hoor, hè? Kom je eraan, hoor? Hey, doe het, jongen, klaar, hoor. We hebben neut, hoor. Ja, tot zometeen, hoor. Kom er aan, hoor. Ah, leuk. Leuk, hoor, hè? Zeg, wat doen die Spanjaarden momenteel voor werk? Ja, ik weet niet, ik denk seizoenarbeiders of zo. Oh, ja. Dan zou je ze hebben, hoor. Kom maar binnen, hoor. Ja.